Want zij gaan er eigenlijk van, ze denken, wij voelen ons vergeten. Ja. Blijkbaar vinden ze het niet erg genoeg wat er met ons gebeurt. Nou, en ik geef ze ook groot gelijk. Ik bedoel, de internationale gemeenschap heeft ze helemaal in de steek gelaten. Er wordt niks gedaan tegen de blokkade. Het is misschien heel gechargeerd om het zo te zeggen, maar stel je zou de rollen omdraaien en je had 2,2 miljoen Joodse mensen vast in zo'n wat wordt genoemd de grootste open luchtgevangenis ter wereld, dan zou de wereld te klein zijn. En terecht, want dat verdient niemand, maar dus ook de Palestijnen niet. Alleen er is een enorme dubbele maatstaf bezig. Dat wanneer bijna 1000 Israëli's vermoord op verschrikkelijke terroristische wijze. Echt gewelddadig. En iedereen, alle politici, stonden op de barricades om het gelijk te verafschuwen en zeggen: en nu doe wat er moet doen. Israël, doe wat je moet doen. En vervolgens doen ze eigenlijk precies hetzelfde. Zijn er nu al meer dan 1000 kinderen vermoord. En niks vanuit de politici. En dat is exemplarisch voor de verschillende maten waarin we Palestijnse levens zien en Israëlische levens zien. En dat is de cirkel waar we al 75 jaar in zitten en wat maar niet ophoudt, tenzij we gaan luisteren naar de wil van de Palestijnen. En dat is een onafhankelijke Palestijnse vrije staat. En zodra dat niet gebeurt, naast een Israëlische staat, dan gaat dit nooit stoppen. Want de Palestijnen, hun leven is verzet. En ze zullen nooit stoppen en we zullen blijven zitten in deze gevaarlijke situatie, die ook gevaarlijk is gebleken voor de Israëliërs. Want de Israëliërs verdienen ook vrede.